Welkom terug bij Z Today. Het best geoutilleerde honkbalcomplex van Europa staat in Hoofddorp. Kosten nog moeite zijn gespaard. 12,3 miljoen is er neergeteld voor honkbal in de Haarlemmermeer. De gemeente stak het geld in het complex omdat de belofte er zou zijn dat de Amerikaanse topcompetitie, de MLB, via Hoofddorp zijn vleugels in Europa zou uitslaan. Maar u raadt het al, die Amerikanen kwamen niet en ze komen ook niet. En nu speelt er in Hoofddorp de Hoofddorp Pioniers, Bart Reijnen of U bent hier op het Bolpark in Hoofddorp. Dat is een complex van 10 hectare met 3 honkbalvelden en 4 softbalvelden en een jeugdveld. Maar de pièce de résistance is dit veld. En dat is aangelegd volgens de internationale standaarden zoals vastgelegd bij de Major League organisatie. Dit gras is samengesteld door de MLB-organisatie. Het is speciaal gras. Het zijn 3 soorten Amerikaanse gras. En die zijn nodig om te zorgen dat je altijd dezelfde omstandigheden hebt wat de gras. Ook de maaihoogte is bepaald. Ja, dit is ook speciaal gebouwd op Amerikaanse leest. Je hebt daar plaats voor meer dan 30 spelers. En dan hier, ook weer volgens voorschrift, zitten de coaches. Zelfs het aantal toiletten, het aantal urinoirs, het aantal fonteinen, die zijn allemaal vastgesteld door de MLB. Het is moeilijk, maar de droom is er nog steeds. En als je geen dromen hebt, dan leef je niet. Dus dat hoort er nog bij om eraan te denken. We zijn ook in zekere zin ondernemers. En ondernemers proberen ook altijd nieuwe grenzen te verkennen. En dit hoort er ook bij. Ja, maar Bart Reijnen, ja, als ik het zo hoorde, ik vond het jammer. Maar de New York Yankees in de Haarlemmermeer, dachten ze dat echt? Ze dachten echt dat ze zouden komen. Ja. Anders hadden ze dat peperdure stadion natuurlijk nooit neergezet. Maar ja, de Major League Baseball, zo heet het, hè, de MLB, die zou dan inderdaad naar Hoofddorp komen, naar Hoofddorp, of ik weet niet hoe die Amerikanen dat zouden uitspreken. Het Village, ja. We weten niet hoe de Amerikanen het gaan uitspreken, want ze komen dus niet. Maar ze dachten inderdaad echt dat ze zouden komen, want het blijkt uit WOP-documenten die de Volkskrant had opgevraagd en ook heeft gekregen. Mm-hmm. Dat blijkt uit dat de gemeente Hoofddorp toch echt dacht dat ze een keiharde belofte van de Amerikanen hadden dat ze daadwerkelijk naar Hoofddorp zouden gaan komen. Ja, onterecht dus. Ja, want ze komen dus niet. Ja. Maar hoe komt de gemeente erbij om te denken dat ze die competitie naar de polder kunnen halen? Nou, het klinkt misschien zo, als we nu er tegenover staan, dan klinkt het heel gek. Denk je, waarom zou die in godsnaam naar Hoofddorp komen? Maar zo gek is het ook weer niet. De MLB is namelijk de grootste competitie ter wereld. Gaat jaarlijks $9 miljard in om. Dus het is 1,5 keer groter dan de Engelse Premier League zelfs nog. Nou, en die hadden plannen om internationaal te gaan, om ook uit te breiden naar Europa. Ja. En toen dacht Hoofddorp van, hey, wacht eens even, dat is een mooi moment om voor ons om in te haken en om die Amerikanen dan hierheen te halen. En het moment was ook niet zo heel slecht in 2011 namelijk. Toen was Nederland, het Nederlands team, ja. Moet even op me. Dat was toen namelijk wereldkampioen geworden. Ja, Nederland is wereldkampioen. Well, the game's over and Holland is world champions. Wow, the excitement! Can't believe it. Ja, en hij kwam nog eens bij. Nederland als wereldkampioen. De plaatselijke club, de Pioneers, die had een nieuw complex nodig. En toen dacht Hoofddorp, 1-1 is 2. Dan bouwen wij dus dit mooie MLB-waardige complex. Ja, MLB-waardig. Dus ook heel duur. Ja, als je het dus inderdaad, we zagen net in het filmpje, als je het MLB-waardig wil maken, dan kost het ook gelijk heel veel geld. Je zag het, de dugouts moeten aangepast worden. Speciaal gras. De Hoofddorpers haalden zelfs 300 ton Amerikaanse klei naar Nederland. Ja, want die Amerikanen gaan natuurlijk niet op onze Hollandse klei. Dat is niet goed genoeg. Dat kostte 100.000 euro. Voor de Amerikaanse gras misschien. Dat we daarop groeien. Ik zou zeggen, wij hebben toch goed klei hier. Zeker daar in de polder. Wat is er mis met ons klei? Ja, dat is uit het Groningen. Ja, maar in ieder geval, het moest uit Amerika komen voor 100.000 euro. Er moesten speciale lichtmasten komen voor 4 ton zelfs. De kleedkamers moesten speciaal aangepast worden. Alles bij elkaar. Ja, kwam het dus uit op een rekening van 12 miljoen euro. Voor een stadion waar nu 600 man kunnen zitten. Maar het kon uitgebreid worden naar 25.000 mensen. Ja, oké. Okay. Nou goed dat ze dat voorlopig niet hebben gedaan. Want voorlopig is alles voor niks. Die Amerikaanse honkbalsterren komen niet.
Ja, nee, die Amerikanen komen niet. Die belofte die de hoofddorpers dachten te hebben, die keiharde belofte, die bleek toch hartstikke zacht en die werd ook niet nagekomen. Of die is er in ieder geval helemaal niet, die belofte. En de Amerikanen hebben inmiddels besloten om wel uit te breiden naar Europa, maar dan in Londen, dus niet in Hoofddorp. En dus staat kiezen dit tussen Londen en Hoofddorp. Ja. En ze kozen na lang beraad toch voor Londen. Oh, en daarom staat weer eigenlijk in, toch in Hoofddorp een stadion een beetje weg te foutje bedankt, of wat nu? Nou, het is wel een duur geintje dus. 12 miljoen euro hebben ze voor betaald. Het onderhoudskosten zijn ook nog wel flink hoog. Dus ja, ze hebben nu die plaatselijke amateurclub, de Pioneers. Die kan er wel in trainen, maar die hebben dus wel het best geoutilleerde honkbalstadion van heel Europa nu, waar ze hun potjes kunnen. Maar dit moet ook onderhouden worden. Ja, en dat kost dus heel veel geld. En daarom is Hoofddorp natuurlijk niet zo blij. Want een duur stadion is ook dure onderhoudskosten. En daarom zitten zij er nog wel een paar jaar aan vast.